Hylkema. Hylkema, ik had denk ik zonder microfoon, ik herhaal het wel even. Mevrouw heet ook Genesis 25. Nee, mijn broer. Ja, ik... Af 12 vers 25, weet ik het. Jongens, maar daar heb ik geen verstand van. Ik hier wat meer verstand van gongen. De provincie die zei al, vier hier, we zullen die gongen nog aanpakken. Wij zitten midden in de gongen, we versoepen in de gongen. Wintergongen, leuke naam. Ze hebben al eten net, Hylkema. Ja, maar dan moeten we eerst al shitten. Eet ze op dan. En dan moeten we dat pakken kunnen. Oké, daar hebben we het over. Nee, simmergongen. We hebben helemaal een natuurgebied noemen lijnt. Hartstikke mooi voor die kruidenvoels en alles. Eén ding, er komen wintergongen die blauwe simmer daar zitten. Dus dat zijn simmergongen. Er komen steeds meer. Vroeger werd het natuur, vier gongen niet loft. Nog heel miljoenen in de loft. Ik neem het geen natuur, maar cultuur. Misschien je met wat doen gebeuren, want het is een gigantisch probleem. En wij baren geld, omdat we ze gedogen. Maar het geld is aan een keer op en er komen steeds meer gongen. Oké. Hakken. Ik heb het in de gaten. Er weer een vraag uit het publiek. Genesis. Hij was sleepeloze nachten. Wat er gebeurt met de beesten die er al God zelf maken binnen. Galema, of ben je net zo gelovig? Geen idee. Ik ben hartstikke gelovig, maar ik heb er weer geloof in dat de boeren heel goed op de beesten passen. En dat vooroordeel wat willen ze het veld inslingerd wordt en wat een partij voor de dieren del zet, een beeld van de boeren als zoen ze de beesten mishandelen, geen of voortman. De boeren hebben gewoon belang bij, het is zelfs een economisch belang, maar het zit ik in het hart van de boeren om goed op het vee te passen. En in die zin, maar meen dat nou werkelijk dat die hen die door de poorten heen zakken, dat ze vol trappen worden met voer, dat goed op beesten passen is in Bijbels perspectief? Ik bedoel, economisch kan ik het meen denken. Ik maak graag steek je hen van net al te volle geld. Maar Bijbel ze dat dan net? Nee, ik denk dat dat een terechte discussie is. De intensieve veehouderij die heeft zich achter de moorden verscholen. En dat toch is draagvlak in de maatschappij is in feite ik voortrekken. Nee, daar hik ik het door. Hoe jou geloven en geweten hik het. Ja, nee. De intensieve veehouderij, daar heb ik ook problemen mee. De manier waarop dat jarenlang gingen is. Oké, dank u wel. Adema, hoe is dat met jou? Ook gij, Brutus. Ook gij. Die mevrouw die begint wat via erop. Bij de scheppingsdagen wordt de meeske wat als kroon van de schepping delzet om te heersen over alles. Wij hadden zorg dat deel kring van onze hemelskeheid om te zorgen voor alles wat er libbert op deze wereld. En verder dat ik bijvoorbeeld ook zeg, dat doen we vanuit het perspectief bouwen en bewaren. Aan de ene kant mij we deze wereld tot ontwikkeling brengen. Stier ik in Genesis, breng het tot ontwikkeling. Zorg je ermee dat je daar je voedsel van wij haal je neem maar op. Maar aan de andere kant ik het thema bewaren, bouwen en bewaren. En de bewaring gaat als de meisje nou zorgvuldig omgaan met de besten. En dan is intensieve veehouderij, die is inderdaad trotsketten. Dat ben ik met u eens. En dan zijn we dus wat aan de waarmaten bij snel. Verder dat wijk is geen intensieve veehouderij. En... Maar wacht even. Een koe met een jaar werd op eerbasis 12.000 kilo uitplukken wordt. En dit oude is een fjouwer hier. Vind je dat passen in Genesis? Ik bedoel, economisch is het goed, maat het ik. Maar vind je het passen in Genesis? Jouw meisje karikatuur van die boeren niet mij... Nee, ik heb door die koe en die herder. Ja, maar die koe die wordt weer omgestuurd door die boer en dan maak je een karikatuur van. Ik heb door die koe. Vind jou hem in Genesis passen? Er binnen genoeg boeren die daarmee om principiële redenen bijvoorbeeld zeggen van die vinden dat belangrijk dat kei boeten erin matten. Nou, ga krekels zijn. Dat wij vinden dat er dan een plus opzet worden maat, zodat die boeren dat faciliteerd willen krijgen. Maar het is net zo dat ik zeg dat boeren die dat net doen, dat die net zo vaardig omgingen naar mij een kei. Die gaat kwartelen op een boerwest, die zwaagt voor zijn kei, die shot naar het woonwesten van die kei. En die zei ik, en het show je gewoon dat die kei die herinnerde poer best bij. Oké. Het gaat om het woonwesten van die beesten. Bedankt, Adema. Mevrouw, ik heb minuutjes de best voor jou dingen. Ik hoop dat ik jou oortjogen heb, dat ik jou goed begreep. Ik ben net van de Partij voor de Dieren, maar ze hebben al even een discussie gehad. In het boeren vermidden, hè. We hebben nou over de beesten in het Friese landschap. En de kwam heel kamal even mij dat een plaag was. En mij daarvoor hier eventjes naar voren hebben. Hoe is dat nou al gewerkt? Is dat wij wat in de war? De gewozen. Oh ja, dat ze... Irona Groeneveld, de dieren in het Friese landschap. En D66, van de Ree. Daar is zij.
Marieke van der Rij. En hoe zoet ik weer Erik? Van Dellen, provincie Belang. Van Dellen, die krijgt leven naar binnen kwam. En Hielke me had het alleen pittig naar voren gebracht van... We zitten vlak voor een enorme plaag. En de grijde vogels gaan hut achteruit en dat komt van de vossen. En die maai weet net bij jij of komt het net van de vossen. Hoe moet het Marieke van der Rij? Een minuut. Ja, een plaag, dat is meteen zo'n tegenstelling. Wat ik heel erg jammer vind, is dat we niet hebben gekeken naar wat er in die presentatie hier zojuist naar voren kwam. Dat de landbouw in Friesland, maar ook in de rest van Nederland en Europa, met hele mooie oplossingen komt. Ook voor hele ingewikkelde problemen. Dan moet je het geen plaag noemen, maar laten we zeggen een uitdaging. En dan ga je samenwerken. Een van de redenen, ja, ik ben wat nieuw in de politiek, dus ik ga, ik roep me wat, zullen we maar zeggen. Maar een van de redenen waarom ik in de politiek ben gegaan, is omdat ik vind dat een provincie daar niet snel genoeg en niet serieus genoeg op reageert. Daar heb ik zelf last van gehad als ondernemer in een andere hoedanigheid. Maar daar hebben boeren ook last van. En je zult, als je dit soort... Dit zijn ingewikkelde problemen. Want het is geen plaag, maar dat zijn hele mooie dieren. Maar u hebt er als boeren ook last van. Daar kunnen wij samen een oplossing voor vinden. Maar dan moet dat wel snel. En dan moet dat ook effectief. En hoe? Ja, dat is een hele moeilijke... Ik denk dat... Nou ja, je zijn snel. Dan heb je het al betocht, of nee? Ja, ik ga met meneer Hielke maar praten, lijkt mij. Oké. Van Dalen. Ik maak de constatering dat dit een nota een falend beleid west had. Die aan ons van de natuur en de natuurweren. Het is ik oors bedoeld. Het is bedoeld om gozen de rondte en de vrijheid te jam om je te overwinteren. Stop. Stop. Je mag de best hem terug in de brullen, maar dan je even heen. En in de pauze, dat mag ik. En dan de volgende stap is die bisjes die vielen hun satuus in de provincie Friesland. Dus ik denk, je wonder waar we aan. Een schitterende mooie provincie. Het mooiste land van Ierde. En dat vernemen die goers nek. Dus die komen in massaal hier naar en die wil ik net weer voort. Dus die boeren ben ik te vriendelijk van die gozen. Dat ze een gastheer binnen van die bisten. Maar nou moeten we dus de beleid opzetten. En dat moet ik landelijk beleid wijzen. Om dit goed te reguleren. Dat die gozen ik weer verdwijnen op die natuurlijke manier. We hebben vanmiddag een aantal... Hoe wil je dat maar vandaag? Een aantal voorbeelden hebben wij vanmiddag jet terug de mensen die op de natuur passen. Dat is het scootje van aaien of het pikken van aaien als ze zijn. Of het vangen van die bissen, dat kan in de ruiden, mensen wat stadiger. En dan kun je daar ook nog op een hele mooie manier gebruik van maken, trouwens ze lekker op te eten. Dus wat mij onbelangrijk is, lekker opeten. Hieronder. Je maakt wel klappen, hij er mee eens binnen, de allerbest. Ja, voor u leidt de oplossing vooral in het scorchen van de aaien, inderdaad. Het verjaaien, er binnen proeven west mijn hoen die ze verjaaien zoen. Ik ben er nog net achter wat er uit die proeven kaam is, dus daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Ik zag squatholien, daar wordt net sabot in lood. Zag ik wel hier in de zeel. Ik weet het net wat er uit kaam is, dus dat zoek ik eerst jerrewollen. En als laatste zoek ik pas oorsje te wollen. Ik ga een vraag hier. Ja, dank u wel. Ik ben Rijn de Jong. Ik burkje op Longen van Friese Geer. In het oosten echt een skar. En we hebben van mij dit bij begonnen mij aan te prikken. Behoorlijk. En dat is een goede zaak. Best hem minder jongen. Want het is een enorme plaag. Ik ben natuurboer. Ik hou van natuur. Ik hou van weidevogels. Ik heb een heleboel ook een voetbalbeheer. De Friese Geer kan het wel beamen. Wij binnen terug gozen enorm veel weidevogels bijdragen. Want als de gozen landen. En die heks van mooi, allemaal een mooie pijl. En die rennen over de oren heen. En die sjouwen gewoon ze pakken net voelt. Ja, ze rennen zouden nusten heen en ze valt alles plat. Het is een plaag. Ik denk, en de gongens kan 26 jaar oud worden, zeg maar. Dat wij dus jaren intensief prikken moeten. Prikken door oplossing en steeds maar terug in. En er zal wel wat orenmethoden wijzen. Maar in natuurgebieden zullen wij prikken moeten om ze iets bedankt in te korten. Dank u wel. Let we het even wat breder lopen. Die gewozen is nou een probleem. Hoe het zien hier is wij wat oors. De vossen hebben nog gewoon. Hoe gaan wij om met uw levende omgeving, Marieke van der Rij? Nou, er vooral zoveel mogelijk van genieten, lijkt mij. Die boeren genieten er dus net van. Die heeft een meidje mij een hele verstorende lijn. Wat jem onder oren als provincie veroorzaken. Met hem wjukkelbunders en weet ik wat zal ik hebben bedenken. Maar één reactie hier uit de zaal blijkt al dat
boeren weten wat werkt en wat niet werkt. Er zijn natuurlijk de afgelopen jaren eindeloos veel pilots en proefprojecten geweest waaruit blijkt wat wel werkt en wat niet. En dat bewijst dat je met boeren samen moet spreken daarover en snelheid moet maken in de keuze voor de dingen die werken. Maar Van Dalen die zei, ja, Reitsma. Oké. Okay. Wordt kwaad horen, Reitsma. Vader Brinkhorst, minister Orbeer, zei Brinkhorst, we hebben ook als afgelopen resultaat dat de populatie net weer in gevaar is. En de politiek heeft dus al sinds zeer hier nooit een antwoord gejond op die vraag wat er wel gebeuren moet. Alleen nog, nu komt de politiek maar het antwoord dat het geld is aangekomen en dat de boer maar het probleem moet zetten. Ik wil een antwoord hebben van de provincie, wat zal de provincie doen? Zal de provincie een duidelijk signaal aan? Oké, okay, Reitsma, hou maar op. Marieke van der Rij, hou op met de uitdaging. Nee. Zet er beleid uit. Ja. Pak het aan. Beleid en geld. Beleid en geld. Hoe is beleid onpassen? Jere, Van Dalen is duidelijk. Die zei, de geweer erop, de dubbeloops en plaatsen die handel en wegwezen. Dat zijn je correct. Hij gehoord van je en opvreten die beesten. Ja, je het zijn. Ja. Je kent net op dat ze net daar binnen. Al wil je levende gans nog, Pieter. Dit is nog volle verschrikkelijke. Nee, maar wat u zegt, meneer, dat is natuurlijk, dat is precies wat ik bedoel. Als je zegt snelheid... Zes dan is beleid. Wat wil je nog doen? Snelheid betekent dat je beleid maakt, maar dat je dat niet vanuit je pluche stoel doet, maar dat je dat samen maakt en dat je er vervolgens actie op zet en dat je dat doet met snelheid. Maar wat voor actie? Ja, ik denk dat... Wil je zitten, vangen, eten... Ik hoor net dat het prikken van eieren kennelijk een heel goede methode is. U weet dat veel beter dan ik. U zult dat, dus het gaat mij niet om dat de boeren het probleem moeten oplossen. Maar ik denk dat de professionals hun vak kennen en dus weten waar de beste oplossingen liggen. Ja, kom er maar even bij, Konst. Deputière, die is mij verantwoordelijk. Ja. Wat mij hier opvalt is dat hier achter deze tafel krijgt dient wordt alsof wij hier al hier net met wanden binnen. Wij binnen in. Nee, maar ik jij mevrouw van der Rees van dat is een probleem en dan ben je gewoon eens emotioneel naar Shen. Wij hebben een maatwerkplan over zomerende ganzen. En dat hebben we opgesteld, maar de terreinbeheerders, maar de LTO, ik maar de jagers. En dat gaan wij uitvieren. Wij hebben aan de andere kant hebben hier in de winter meer als 800.000 kwossen. En daar zitten soorten bij dat wij hier de helft van de wereldpopulatie op een gegeven moment in de Warkumer Waard hebben. Dat is nog heel de internationale verplichting en wij mogen er hartstikke grutsig op wijzen dat dat systeem er is. Het probleem, wij jouwen daar in Friesland miljoenen aan uit. Het meeste beheer, het meeste geld voor beheer hier in Friesland giert naar kwossenbeleid. Dat komt elke keer bij Jim te lonen. Daar praten wij al jaren over en dat is een beleid wat rint als spoor. Mijn zwarg, nou, is dat er onder dat geld, en dat is Rijksgeld, de basis voortloopt wordt. En dat is een probleem dat wij op Friese manier een oplossing voor vinden. Wil je dat dadelijk even vertellen, ging ik even naar Van Dalen, die wil er even wat op zetten. Dan vertel je hoe we dit oplossen. Nou, de oplossing ga ik al ongejoen. Net zitten, hè? Denk erom. Maar nee, vangen en de nek omtrekken. Ik had een keusgebied, hè? Ik wil me net steken bieden op die kogels. En wat Koen zei, van dat in de gearwerking met de LTO een plan betocht is, waar trot dit probleem behind werken. Wat is dat vreemd dat deze mensen er net van op hechten zijn? Want volgens mij zijn wij op uitnodiging van de LTO. Maar deze mensen hebben een levensgroot probleem en er wordt niks aan dienen. Hoe kan dat een miscommunicatie is? Hoe kan het zo wezen dat de deputeerde dat wel weet en dat deze mensen het net weten? De angst is dat het geld aan stop is. En dat is een terechte angst. Want de provincie had nog wel eens de neiging om te sissen van je starten we mij en daarna zie ik je ook mooi zelf wel uit. Maar hoe maakt het dan, Irona? Ik denk, als je grutsk binnen op het herbergen van die gwossen, de helte van de wereldpopulatie, dan moeten we de yield bee lizen bouwen. En dat boeren moeten gecompenseerd worden voor de skeer die ze lijden. Een vraag, UTCL, Klaas. Ja.
Nou, dan vragen we een konst. Hoe is dat mogelijk dat wij zo'n oorlijst van die gehoord hebben? Joost zegt, er ligt een plan en dat wordt er werken. En bij ons, je hoort net meisje zijn, want ze vreten het zelf hier op. En ik bedoel, al die boeren om het delen heen, die komen erin om, in die gazen. Okay. En Joost zegt, er is een plan. Ja. En ik bedoel, en dan bel ik de jager. Ja. En dan maak je het jagen, want die gazen zijn jongen. Ja, ik bedoel, hij zegt even maar terug. Dus die jager die doet net te zitten. Nee. En Joost zegt, er is een plan. Maar dit gaat natuurlijk niet werken, dat snap je ook wel. Nou, je maakt je jagers binnen, boont. Aan regels, dat weten de jagers heel erg goed. Wij hebben wildbeheerseenheden die het precies weten wat ze volgens de wet zich aan horen moeten en wanneer het in overtreding binnen. Wij moeten binnen de grenzen van de wet handelen. En anders worden wij heel hardhandig op een vinger stikt. Dat hebben we nou de oude onderwieken met de luchtbakken beleefd. We beleven dat nooit weer met de vangkooien. En toch zorgen wij binnen die ronde die de wet dus biedt. In het maatwerkplan een oplossing om de simmerkwossen tot een behinde populatie weer rond te brengen. Wat je zegt, wij hebben... Ja, kent, nee, want noem ik even een stoker. Ik vind het best. Ja, maar misschien kan je in één zin zeggen wat de kern van dat maatwerkplan is. Hoeveel kwossen deed je? De kern van het maatwerkplan is 30.000 kwossen weer rond te brengen tot 12. En die 18, eten we die lekker op? Jazeker. Oké, okay. Dat wordt dus streekproduct. Nou, daar wil je hem wel voor klappen. Stoker. Ja, kijk, beleid... Stoker van... Verenigde Lofsen. Beleid kan er wel wezen, maar communicatie is ook een belangrijk iets. En ik heb jet vliegende weken in Ter Itzert en Juurt weer dat het geld voor de natuurkennisclubs en beheer wat boeren doggen... Hun subsidie daarvoor, die rint achter. En dat wordt net op tijd betellen. En dan zitten die clubs met de problemen en die hebben wel investeringen en die hebben wel kosten. De overheid is net betrouwbaar. He. Nou, ze rint achter mijn betellingen, dus dat kan wel goed beleid wezen, maar het moet ik effectief wezen. Okay, maar we gaan verder. Hoe maakt het mij eens graaien, vogels? Irona. Nou. Ik ken de hele mooie voorbeelden van... Nee, maar het gaat net goed. Dus het is slecht. Ja, maar... Ik ken een voorbeeld dat het wel goed gaat. In de buurt van Kolm zit Skalsum en Natuurbeheer. Dat is een boer die besiekt van alles uit. En die shot hoe hij de populatie om grijdevogels omheeg vieren kan. En als hij roem rinst in de simmertiet, dan rinnen de pieken van die uit. Dit is ontzettend mooi. Ja, ik denk de vorige opmerking die je van Irona om te zeggen van we moeten meer geld beschikbaar stellen voor het opvangen in de skeer die ontsteert door de gozen. Ik denk dat we ik ophoren moeten. Dat we ik zeggen moeten van trots dat die gozen naar binnen hebben minder liepen, skriezen, orenvogels. Dus stop er maar met die gozen en jou die grijdevogels de rondte. En dan hebben we twee dingen in één klap en dan is de zoveel geld net nodig. Nog één vraag over de gozen uit de zeel. Ja. Ja, ik wilde even reageren op die meneer die net zei van in de tijd van Brinkhorst. Vanaf de tijd van Brinkhorst zijn de weilanden ook veranderd. En ik zou in overweging willen geven om eens nader onderzoek te doen naar of daar misschien de oorzaak ligt. Want die weilanden die nu voornamelijk rijgras zijn en heel erg uitstekend geschikt voor het eiwitgehalte voor de koeien... Het kon ook wel eens zo zijn dat ze daardoor juist ook de ganzen hebben aangetrokken, die lekkere weilanden. En kijk, je kan de gevolgen van dingen gaan aanpakken, maar ik denk ook dat het goed is om toch nog eens te kijken naar en wat zijn misschien de oorzaken. Okay, en ik denk dat vanaf die tijd de weilanden anders zijn en nou, uitnodigend deze, voor de ganzen. Nou deze meneer even, ja, zit je ook maar even maar. We hebben in Friesland in slagen om hier toch een geweldig stuk agrarische natuur daar te lezen. En daar hebben we al jaren aan werken. De grijpvogelbeheer op agrarisch terrein dat stabiliseert of zelfs kiet het vooruit. Nou, dan maken we best maar snel een grutskap wijzen. We hebben van gewassenbeheer gekozen, van gewassenopvang. Nou, daar ben we ook in slagen, dat kunnen we gerust stellen. Het kan ook wel eens een valkuil worden, want
Ja, het moet wel betalen worden. We hebben er echt keer van. Als wij zeggen dat ik een geld meer houden, maar mee op die mogelijkheid hebben we net, want die woorden die komen toch. Dus ik word er echt op aandringen bij de provincie, jongens. Probeer je daar financiën in oor te stellen, hè, voor het woordenbeheer. Het zimmergozenbeheer, dat is al beheer. Dan moet je in de politiek je een heel verhaal. Je mag je één vraag stellen. Je hebt verdorie een preek. Ik ga er maar in. Je mag je één vraag stellen. Krijg van de provincie de garantie dat ze het beheer op agrarisch terrein financieel stiepen gaan willen. Is dit een hele garantie wat je nou verstaan? Constiel zijn het hard riek op. Wat doet de provincie? Er zijn geen garanties op mogelijk. Op het moment dat al dat geld, want het is nou riek geld. Op een miljoen hebben we het over. Wij hebben het in totaal in Friesland een 90 miljoen in het jaar. En daarvan gaat zijn beetje 11 miljoen gaat naar agrarisch natuurbeheer. En daarvan gaat het grootste part naar gewassenbeheer. Op het moment dat het riek dat voortzagert, en deze staatssecretaris is daarmee dwanden, dan moeten wij als provincie Friesk, het basisonderwijs, openbaar vervoer, al die dingen zimmer al wagen. En dan door ik net te garanderen dat wij uit provinciale middelen die miljoen fourneren zullen. Dan moet er dus wat anders gebeuren. Dan is dat geld er net, Groeneveld. Dan maak je discussie vieren in de steden en dan krijg je waarschijnlijk tegenstelde belangen. En waar staan jou dan? Wij lezen de klam op natuur en ecologie. 18 miljoen. Lees je dat erbij bij alle jaar, alle oren taken. Want meer heeft de provincie net. Nee, maar er zijn wel wat oren dingen dat op bezoeken. Ja, we hebben het oor een beetje meer. Marike, hoe is dat met jou? Je hebt dus oor echt 18 miljoen. Alles nou inzetten om die kwozen en die liepen mensen kriezen. In de eerste instantie wel. En dan wil ik wel uitzoeken worden. Ik wil wel ziek. Marike, nou, laat je maar voor oor om het te garanderen. Ik denk, het landschap en de natuur zijn het goud van Friesland. Maar hoeveel heide vroeger? Dat is een lastige vraag. Nee, het hele openbaar vervoer opofferen aan de gewozen. Nee, natuurlijk niet. Dit bevestigt alleen maar het belang van deze verkiezingen. Want waar komt die drang of die dwang vandaan om te bezuinigen op openbaar vervoer, om te bezuinigen op onderwijs? Dat krijgen wij hier in de provincie voor onze kiezen. Nou, dan weet ik het wel. Een vraag. Dus, als ze op Jem stemmen, dan wil Jem dit kabinet ten val brengen om dit te keren. Nou, als ik dat... Ja. Maar... Oh. Zeg je het, ja, ik hier nog even hier een opmerking. We hier in 50 jaar geleden 60.000 gewassen in Nederland. Nu binnen 2 miljoen. Wij hadden in 96 in de donkere delen een gewassen gedoogvereniging opgericht. Want omdat we het net met hele taxatie inzien. En toen hadden we een goede regeling. Dat we zijn van de skeer van de winter die we in maai uitbetalen. Wij hebben nu zoveel gewassen op het ogenblik, dat er is net een graaide voor me roer, want het is een keer als een tafel lekken. En de centen van het vorige jaar moeten we nog altijd barren. En nou, daar ben we dus totaal net mee eens. Nee. En dit is, wat dat betreft is het is een fiasco geworden, maar ik hoor. Ja. Dank u wel. Oké. Nou, dat is een tragische verstelling. En ik geloof, je hebt net helemaal nog in de hand hoe dat maakt. Dat moet je dan met me gaan praten, want het geld heb ik net. Nou, voordat we nou als begrafenisgangers naar huis te gaan, hebben we nog één punt. Nou, je kan zitten hier. Bedankt. Dankjewel. Ja, komst maar staan, broer. We hebben nu over het landschap. De Annetje Toering komt. Konst is er. Stoker is er ook nog weer. Ik geloof dit bezig. Vroeger, weet ze, je had een klaai, dat ging ekerbouw. Je had een zoon, dat kon net zo volle, dus kreeg je daarheen en barren. En je had een graaide, dat was een kei. En het werd mooi verdeeld en ze ziet Friesland oorzichtelijk in elkaar. En hier en daar ging ik naar het tuinbouwgebiedje. Hoe is het nou? En hoe komt het? En is landschap bepalend van wat er kan voor agrarische sector? En met het landschap ik heel... Goed behouden worden daarbij? Of is het zo dat
de landbouw zo mobiel is en zoveel kanten uit kan, dat die flexibiliteit in het landschap komen moet. Dat is de vraag. Is die helder gesteld? Oké. Okay. Nou, dan begin ik met konst. Want is die hier al? Schrik wat. Nou, het beeld wat jou schetsen bestiert voor een pad naar wel. Je zorgt de ikkerbouwbedroegen op een klei. Je zorgt alleen nog de zangron, de beste, of de grootste zuivelbedroegen van Friesland, vind je in een zuid-eersthoeken. Op die zangron is een geweldige ontwikkeling geweest. En dus dat beeld van, zegt de Gierling, krijg je net weer waarom. En daar zou wij mij rekening mee maken. Als de landbouw de belangrijkste verzwarger is van de romte in Friesland, en dat binnen ze, dan zullen wij er machinaal verzwarging met en de luid ik een taak bij de landbouwsector zelf, dat zij doggen als beheerder, misschien moet je wel zeggen als rentmeester, dat is net helemaal van mijn partij, maar het is wel van toepassing, dat zij dat land en haar bedrijfsviering in harmonie met elkaar verkeer laten. En het kan. Als wij zorgen naar de nieuwe plaats, dan kan een moderne landbouw prima in alle verschillende landschappen van Friesland functioneren. Annetje Toring, FNP, geweldige liefhebber, waarschijnlijk ook van het hele specifieke, authentieke Friese landschap, wat er nog altijd is, was daarvan de toekomst. Als we dat zetten in een moderniserende agrarische sector. Nou, ik denk dat wij het veen behouden willen, en ik denk dat er de problemen het grootste binnen, dan zullen we daar maar al wat doen wel moeten. En dan hebben we met name de boeren nodig. Oors kan het net. En dan denk ik dat wij maatwerk leveren moeten. Want hier en daar binnen mogelijkheden, maar er binnen onmogelijkheden. Dus daar zie je een differentiëerde maten. Het zal op basis van vrijwilligers moeten. Om daar wat doen te doen. Je zult intensief en extensief binnen eenzelfde bedrijf hebben moeten. En verder denk ik dat je wat aan het waterpeil wil maken. Dat er waterpeilverheging, ik zeg het even uitdrukkelijk voor een hier in de zeel, verheging komen moet. Misschien moet je het zelfs haast onder water zetten, maar daar ben wij net voor. Maar we zeggen wel van de verheging zo van 60 naar 30 kunnen in gewoon gebieden, in gewoon lege gebieden. Want anders redden we het net.